Nog even en dan is het eindelijk zover. Dan strijden de spelers van Almere City FC, de voetballers natuurlijk. Het eerste duel spelen ze dan in de finale van de play-offs tegen de Graafschap. En beide clubs die strijden in twee wedstrijden om een plek in de Eredivisie. Die strijd gaat allemaal plaatsvinden in het Janmarstadion. Het eigen stadion dus van de spelers van Almere City FC in Almere. En daar staat ook onze verslaggever Martijn de Groot. Ja, Martijn, het aftellen is nu echt begonnen, hè? Ja, het aftellen is zeker begonnen. Je merkt dat de spanning toeneemt. We zitten 3,5 uur voor de wedstrijd. Het is nog rustig. Maar aan alles merk je hier dat er iets heel belangrijks te gebeuren staat. Almere City speelt misschien wel de belangrijkste thuiswedstrijd in de historie. Ze zijn 180 minuten verwijderd van promotie naar het allerhoogste niveau, de Eredivisie. Naast mij de algemeen directeur van de club, John Bes. John, ja, hoe staat het met de spanning? Nou, die begint nu te komen. Maar ik heb er vooral heel erg veel zin in. Ja, ongelooflijk wat jullie gepresteerd hebben. Verbaast dat jou zelf ook? Ja, absoluut. We hebben natuurlijk niet een heel denderend seizoen achter de rug. Maar als je ziet wat het team uitstraalt en ook wat ze gewoon, hoe goed ze spelen, dat is echt geweldig. Dat verbaast me zeker. Ja, ben je ook een beetje overvallen door dit succes? Want dit was eigenlijk niet ingecalculeerd. Hè? Het was een dubbeltje op zijn kant überhaupt dat jullie de play-offs gingen halen. Ja, we hebben natuurlijk wel benoemd dat we binnen een aantal jaar naar de Eredivisie willen promoveren. Maar ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat we dat benoemden, had ik niet bedacht dat het ook dit jaar zou kunnen. Dus dat heeft me absoluut wel verrast. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat na de 0-0 thuis tegen Roda, toen begon ook echt het gevoel te komen dat we het wel zouden kunnen gaan redden. Ja. En nu denk ik oprecht dat we ook echt gaan promoveren. Ja. En na Roda stonden jullie helemaal in de picture natuurlijk. Ongelooflijk onverwacht dat jullie Roda elimineerden. Er is een hoop op jullie afgekomen, denk ik, deze week. Ja, niet normaal. Dat heeft echt zoveel impact gehad. Allemaal positief natuurlijk. Dus echt geweldig om mee te maken. Heel goed voor de club. Ook leuk om te zien hoeveel mensen eigenlijk met ons meeleven. Dus echt een hele positieve rollercoaster de afgelopen dagen. Ja, is dat echt genieten geblazen? Nou, je moet er vooral van genieten. Het is ook natuurlijk met de kop naar beneden heel veel dingen regelen binnen een paar dagen. Want ja, er zitten natuurlijk maar een paar dagen tussen. Maar we hebben wel regelmatig tegen elkaar gezegd van jongens, kijk eens om je heen. Dit is echt heel bijzonder. Een wedstrijd die in 3 uur uitverkoopt. Een uitvak wat nu alweer uitverkocht is. Gewoon alle media die zich rondom de club begeeft momenteel. Dat is gewoon geweldig. En daar moeten we van genieten. En dat doen we met volle teugen. Ja, de animo is overweldigend. Jullie hebben zelf extra tribunes moeten neerzetten. En dat terwijl je normaal gesproken de mensen eigenlijk naar het stadion toe moet slepen. Ja, dat is ook heel leuk om deze kant een keer mee te maken. En het geeft ook over heel veel vertrouwen voor de toekomst. Dat er blijkbaar dan toch heel veel Almere's zijn die voetbal leuk vinden in het algemeen. En Almere City in het bijzonder. Ja, hoe schat je je kansen in tegen de Graafschap? Nou, ik denk dat dit een echte 50-50 wedstrijd is. Ook als je kijkt naar de wedstrijden die we dit jaar tegen elkaar gespeeld hebben. Thuis waren wij echt de bovenliggende partij. Uit verloren we natuurlijk met 4-2, nog niet zo heel lang geleden. Deze wedstrijd kan echt alle kanten op. En ik zou zeggen echt een play-off wedstrijd zoals we die de afgelopen weken hebben gezien. Niet alleen bij onszelf, maar ook op andere velden. Ja. Stel, jullie promoveren naar de Eredivisie, hè? Is dat realistisch? Nou ja, als wij deze twee laag winnen, dan is het gebeurd. Ja. Maar je doelt denk ik op iets anders. Hè? Of wij ook daadwerkelijk daar succesvol kunnen zijn. Zijn jullie daar klaar voor? Dat is eigenlijk de grote vraag. 100% Martijn. Kijk, wij hebben natuurlijk het geluk van een hele ambitieuze eigenaar. Die daarnaast ook nog, ook nog slim en kapitaalkrachtig genoeg is om die ambitie te laden, te onderbouwen. En dat maakt ons ook een club die uiteindelijk op de langere termijn ook succesvol zal zijn in de Eredivisie. Maar wat moet er dan allemaal gebeuren? Want stel, jullie zijn gepromoveerd zondag. Dan wordt het een enorme race tegen de klok. Want wat moet er dan gebeuren concreet? Ja, concreet gaan we dan de Eredivisiebegroting afronden. Dat is het eerste wat we gaan doen. We zullen in ieder geval het staan. Jullie zitten nu op een begroting van 4 miljoen. En dat wordt dan als jullie naar de Eredivisie gaan? Nou ja, dat moeten we wel gaan bekijken. Maar ga er maar vanuit dat richting de 5,5 zal gaan. In ieder geval. We zullen het stadion gaan uitbreiden. Nou, dat zei ik al. Dat is ons geluk ook dat nou net de specialiteit is van de Kronenberg Groep. Dus daar maken we eigenlijk wel het minste zorgen over. Geldt ook voor wat betreft de toegangscontrole, uitbreide perstribune. Ook goed voor jullie. Dat soort die is wel heel klein, hè? Ja. Point taken. Nee, maar goed, dat zijn zaken die we allemaal moeten gaan aanpassen. Uiteraard de seizoenkaartverkoop. Onze hoop en verwachting is dat het ook natuurlijk als een tierenlier hier zal gaan. Dus daar moeten we dan klaar voor zijn. Ja. En vooral, en dat is natuurlijk vooral het werk dan van Robert en van Jack. Een selectie neerzetten die zich ook daadwerkelijk op eredivisieniveau kan meten met andere clubs. Ja.
Dat was John Best, de algemeen directeur van Almere City FC. Het moet een feestje worden vanavond. Volgepakt huis, 3400 toeschouwers hier. De poorten gaan open om 6:30 en de bal gaat rollen om 9:15. Dankjewel Martijn de Groot. En die uitzending is ook te volgen bij ons op Radio bij Flevoland vanaf 8:00.